slagen. Feyenoord had dit weekend voor de derde keer in een week ook een feestje te vieren. Vorige week werden de amateurs kampioen en promoveerden naar de hoofdklasse. De B-jeugd werd landskampioen na een zege op Ajax. En afgelopen zaterdag pakte ook de landelijke A-jeugd van Feyenoord ten koste van de Amsterdammers de titel. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel won zelf met 3-1 bij Twente Heracles en zag concurrent Ajax gelijk spelen bij FC Groningen. Vooraf was de opdracht simpel voor Feyenoord. Zelf winnen van Twente Heracles en dan hopen dat Ajax in Groningen punten laat liggen. Bij de uitrivalen stonden op 50 punten en bij een gelijke stand dan volgde een beslissingswedstrijd. Feyenoord had met Twente Heracles, dat vijfde staat, op papier een lastiger opponent en al binnen de minuut kwam Feyenoord ook op achterstand na een doelpunt van Giovanni Vemba Duarte. Bijna werd het zelfs 2-0, maar de jonge keeper Niels Konijnenburg voorkomt op de inzet van Ninos Gouraye erger. Dit is onze 26e wedstrijd in de competitie. En ik geloof dat we 23 keer zo op achterstand zijn gekomen. Dus ja, je ziet ook niemand in paniek raken. Want ja, dat hoort er blijkbaar bij in deze ploeg. Echt lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Want nadat Shabir Issoufi eerst nog de lat raakte, maakte Luc Castaños uit de eerste de beste aanval de gelijkmaker. Castaños was een van de vijf spelers in de selectie die vorige week met de B-jeugd ook al landskampioen werd. Van Gastel moest een beroep doen op 5B-spelers door de waslijst aan blessures en doordat jongens als Kelvin Leerdam en Luis Pedro al vroeg in het seizoen naar de A-selectie zijn doorgeschoven. Een andere B-speler, Shabi Issoufi, zette Feyenoord na 17 minuten op een 2-1 voorsprong. Omdat het in Groningen nog 0-0 is, is Feyenoord dan virtueel kampioen. Vorig seizoen speelde de ploeg van Jean-Paul van Gastel ook om de titel, maar in de kampioenswedstrijd bij Willem II ging het toen mis. Feyenoord stelde toen Leroy Fair op, die niet speelgerechtig bleek en de titel ging naar Sparta. Nu verzuimde Feyenoord het duel met de Tukkers vroegtijdig te beslissen, want Feyenoord kreeg de beste mogelijkheden. De ploeg van Jean-Paul van Gastel ging met 2-1 rusten en in Groningen was de ruststand 1-0 in het voordeel van Ajax. Wanneer in de tweede helft al snel het nieuws uit Groningen komt dat Ajax 2-1 achter staat en Feyenoord zelf via de absolute uitblinker Jason Cabral de 3-1 scoort, dan lijkt de titel voor de Rotterdammers binnen. KNVB-directeur Henk Kessler haalt dan al de schaal, al lijkt dat wel vragen om problemen. Laatst stond Kessler bijvoorbeeld bij AZ Vitesse ook al met de schaal te wachten en ging het toen alsnog mis. Het eindsignaal klinkt dan en alle Feyenoord-spelers willen dan weten of ze kampioen zijn. In Groningen is het inmiddels 2-2, maar er wordt nog bijna 10 minuten gespeeld. Er wordt druk getelefoneerd en iedereen is in afwachting van het verlossende telefoontje. Ja, het is heel mooi natuurlijk. In de B hadden we hem ook al gewonnen. Ja, dan nu met de A weer winnen, is helemaal mooi. Ja, wat zegt dit over de jeugd van Feyenoord? Ja, toch wel een goede opleiding hebben. Toch wel, ja. De B heeft hem dit jaar weer gewonnen, nu winnen wij hem. Dus ja, ze hadden het mooi meegenomen. Dus het is mijn eerste titel in de A. Maar ja, na vorig jaar is het natuurlijk wel mooi dat er nou even de wedstrijdformulieren controleren en dan kunnen we naar huis. Je ziet ook vandaag weer 4B-junioren. Ja, het gaat gewoon moeiteloos in elkaar over. Maar ik heb al meer gezegd, ook voordat we nu die titel binnenhaalden, dat er gewoon een hele goede lichting aan zit. En de club heeft besloten om daar nog meer in te investeren. Dus de verwachting is hoopvol. Heel veel succes verder. Hier is de schaal. Dit is ook voor WINNL.